En dan dat zelfvoldane lachje, dat irritante, arrogante. Ik kan me voorstellen dat spelers een hele grote hekel aan die man hebben. Valentijn, laten we gelijk met de deur in huis vallen. Liverpool-Ajax. Liverpool-Ajax, 1-2. AZ-Napoli. AZ-Napoli. 1-1. Granada-PSV. 1-0. En dan hebben we nog Feyenoord-Zagreb. Feyenoord-Zagreb, 2-1. Okay. Dus zo kunnen de mensen hun geld verdienen deze week. Zo kun je geld, ja. En, maar als je het combineert, dan kan je nog veel meer geld verdienen. Ja. Dus wat dat betreft, weet niet precies wat de beste combinaties zijn, maar... Nee, bij Toto is het allemaal mogelijk natuurlijk. Ja, maar ik heb nu alleen PSV verliezen. Ja. Maar zet je er dan ook geld op? Want je vorige week had je natuurlijk eigenlijk Midgetland en andersom had je goed. Nee, volgens mij als je betrokkenen bent mag je er geen geld op zetten. Oh, okay. Want als je er verstand van hebt. Dus dan dat doe ik niet. Nee. Maar iedereen is vrij natuurlijk om al deze hele goede adviezen over te nemen. Even niet over te nemen. En gewoon zijn geld in te leveren bij de Toto. Ja. Hey, dus. Maar je vertelde net dat het is natuurlijk een unicum dat jij een wedstrijd goed voorspelt. Nou, unicum. Mensen liepen helemaal uit, je kreeg allemaal reacties. Ja, ik kreeg allemaal reacties. Het was werkelijk ongelooflijk. En direct na die wedstrijd hebben jullie het op internet gezet. Van Veronica en Zuid, na die wedstrijd. En ongelooflijk, twee wedstrijden gewoon goed. Hier ter plaatse gewoon even zo uit het blote hoofd. 2-1, wat was het toch? 2-1, 3-1. Ja, 2-1, 3-1. Nou, dus wat dat betreft, het leeft geweldig, ja. Waar ben je van het weekend geweest? Nog een wedstrijd gepakt? Ja, ADO, hè. We genoten weer daar. Dat was zo verschrikkelijk slecht. Ja? Ja, jongen. Maar Heerenveen wordt geweldig op het paard gezet. Omdat Henk Veerman af en toe een paar mooie goals maakt. En Joey Veerman een geweldige speler is. Dat liet hij ook wel zien nu. Mm-hmm. Maar het was voor de rest zo... Als Heerenveen de bal krijgt, dan weten ze absoluut niet wat ze ermee moeten doen. En dat deed ADO heel goed. Lekker verdedigen. En laat Heerenveen de spel maar maken. Nou, dat kunnen ze niet. Ja, dan, ik kan me voorstellen. Je zag de frustratie bij Veerman en Veerman. Die lange Veerman die mag er best wel wat meer doen. Want die liep er de kantjes vanaf. Maar voor de rest, ik had niet verwacht dat Heerenveen zo slecht zou zijn. Hoe was het met de Paladijnen van Martin Jol? Loop je die nog tegen het lijf dan daar? En wat nee, zegt je loopt ze eigenlijk weinig mensen tegen het lijf. Want ze zitten allemaal verstopt in al die boksen. En je ziet bijna niemand. En wij worden dan, want ik ga gewoon de officiële weg, perstribune zitten. En ik ben meestal vrij laat. Ik kom vlak voor de wedstrijd aan, want het is niet zo ver rijden. Dus, waarom ben je vrij laat? Een beetje, nou, een beetje denk je van het weer. Oh, het weer. Dus, okay. Je gaat er niet voor je plezier even een half uur op de tribune zitten als het bijna min 2 is. Ja, maar in jouw vak moet je toch ook juist praten met mensen en zo? Ja, maar je kan nergens bij. Nee, oké. Nu door corona. Door corona, ja. Nee, anders wel. En, ik bel wel af en toe hoe het met de Paladijnen staat. En of ze allemaal wel doen wat ze gezegd wordt. Want anders vliegen ze eruit natuurlijk. Ja. Maar ADO heeft gepresteerd om weer de slechtste Griek op te halen van de Eredivisie. Hè? Die Giacomakis die scoort iedere week. Nou, Pavlidis heb je bij Willem II. Die heeft al laten zien dat hij aardig kan ballen. Maar deze kan er werkelijk helemaal niks van. En die zat dus ook gelukkig weer op de bank. En Kramers stond erin, maar die heeft ook geen potten kunnen breken. Waarom is er eigenlijk geen telegraafje op tafel? Ja, nou, dat, meestal heb je die wel mee. Ik ben hem gewoon vergeten. Ja, stond er niks interessants nou, in? Nou, weet je wat het punt eigenlijk was? De voorpagina, de cover, was Formule 1. Dan denk ik, moeten we dan met een Formule 1 pagina hier gaan zitten of heel moeilijk openslaan van Telegraaf dit, kijk maar. Nee. Dus zodoende, maar die jongen is goed weggekomen. Hè? Zo. Nou, ik zag hem laten zitten zo met die handjes. Ja, alleen zijn handen verbrand, dus daar neem ik aan. Ja, nou, maar ja, wat er van overblijft weet ik niet. Maar dat leek wel of die hele kleine vingertjes had. Het zag er wel heel gek uit. Het zag er heel raar uit, ja. Die auto dwars door midden, echt ongekend. Waanzinnig, hè, dat het nog kon. Volgens mij kwam het ook... Als hij 10 meter verder had er volgens mij niks geweest. Niks aan de hand. Want er was een soort uitstekende vangrail, zag je. En daar klapte die nog net aan. Klopte die tegen. Dus, verder was het weer spannend. Hamilton weer gewonnen. Dus, we gaan iedere week kijken om Hamilton te zien winnen. Ja. Het was gisteravond ook spannend. Ik neem aan dat je PSV hebt zitten kijken. Ik heb PSV zitten kijken. Ja, ik denk, nou, vertel. Dit zal toch niet fout gaan? Nee. Nou, ten eerste vond ik het echt... Manschot, die was scheidsrechter... Nou, die liep er met een zelfvoldane grijns, dat hij het allemaal weer zo verschrikkelijk goed voor elkaar had. Maar hij vergeet gewoon te fluiten, een minuut voor tijd, voor een hensbal,
van volgens mij Sangaré op de rand van de 16. Inderdaad, geen penalty. Hij staat zo, niks aan de hand, niks aan de hand. Sangaré doet gewoon zo, die slaat gewoon de bal weg. Maar dat is gewoon op een hele, geen penalty, maar wel op een hele kansrijke positie voor Sparta om eventueel nog de 1-1. En dan dat zelfvoldane lachje, dat irritante, arrogante. Ik kan me voorstellen dat spelers een hele grote hekel aan die man hebben. Ja. Dat zou ik ook hebben. Echt, dat pedante en op helemaal niets gebaseerd. Werkelijk waar. Die penalty gaf hij ook wel heel makkelijk. Denk jij trouwens dat, ik bedoel, hoeveel trainers zullen er nou echt direct rekening houden met hun opstelling voor wat betreft wat zeg maar de leiding van de club wil? Dus rekening houden met de ontwikkeling. Zal dat de meerderheid zijn, of niet? Ja, wat je natuurlijk heel vaak hoort is dat trainers op vrijdagavond de directeur laten weten wie er gaat spelen en zo. Want die directeuren willen dat natuurlijk ook allemaal graag weten. Ik weet niet exact hoe dat bij PSV gaat, maar ik zou als directie, zowel Toon Gerbrands als John de Jong, zou ik me wel bekocht voelen als dit gebeurt buiten mijn medeweten om. Wat hij nu afgelopen zondag deed. Gewoon zoveel mensen eruit laten. Want PSV heeft ingekocht, een aantal spelers, om kampioen te worden. Want zij willen graag in de Champions League. Want daar valt het grote geld te verdienen. Nou, als je dan nu zegt van de Europa League vind ik belangrijker dan uiteindelijk de competitie. Ja, dat is het paard achter de wagen spannen. Want aan het eind van het jaar kan je gewoon niet hebben dat je ergens onderweg nodeloos punten laat liggen. En je gaat er om kampioen te worden, want daar staat de pot met goud. Ja. En niet in de Europa League. In de Europa League valt wel wat te verdienen, maar niet veel. Dus ik vond het een enorme gok. En als ik directie van PSV zou zijn, dan zou ik tegen de trainer zeggen, dat doen we gewoon niet meer. Nee. We gaan gewoon op zeker. Want voor hetzelfde geld verspeel je punten. Sta je 6 punten achter op Ajax met een gelijkspel. Hadden ze 6 punten achter staan op Ajax. Ja. Ajax een veel beter doelsaldo. Is 7 punten. Verlies je van Ajax, sta je 10 punten achter. Ja. Dat is een beetje atemos. Maar goed, dat kun je jou wel. Begrijp je die rekensom? Ja. Maar die wedstrijd die was ook notabene nog verplaatst naar 8 uur, zeg maar, PSV tegen Sparta. Ja. Dus ze hadden al meer tijd. Ze spelen pas donderdag weer. Ja. Dus ja, hoe overbelast moet die speler zo niet zijn? Ja, die overbelasting. Hou op over die overbelasting, want daar word ik zo moe van. Maar ik word vooral moe van de mensen die het aandragen. Dat is Schmid onder andere. Nu zei hij het in feite weer. Want ja, hij kon niet anders dan dit doen. Vanwege de overbelasting. Nou, Ten Hag doet het zelfs niet. Terwijl dat eigenlijk de man, zeker in het begin was dat de man van het rouleren. Nu heeft hij een paar spelers gedaan. Daley Blind, omdat hij was dan geblesseerd geweest. Maar Davy Klaassen, die viel ook geblesseerd uit tegen Midtjylland. Maar die speelde gewoon. Ik hoor Dick Advocaat, hoor ik er niet over. Nou, die kan ook niks meer rouleren, want er zit gewoon een heel elftal op de tribune heeft hij zitten. En ik hoor verschrikkelijk veel van die televisiecommentatoren over overbelasting en zoveel wedstrijden. En 10 wedstrijden in 31 dagen. Maar dit is de periode dat er altijd heel veel gevoetbald wordt. Oktober, november, december worden iedere 3 dagen gespeeld. Als ze niet voor de Europa Cup, Europa League of Champions League, dan was er KNVB-beker of inhaalprogramma of wat dan ook. Of een extra eredivisieprogramma. Er wordt gewoon altijd in deze periode van het jaar zoveel gespeeld. Ja, nou ja, ik was vrijdag bij PSV, maar toen vroeg er ook een beetje naar. Maar hij verwacht dat hij de rest van het seizoen last heeft van fysieke klachten bij spelers. En later nuanceerde hij dat wel enigszins. Maar een brugje maken naar Iataren, want dat is ook waar het weer over ging natuurlijk. En jij zei ook dat er meer speelt. Wat speelt daar nog meer? Wat is dat voor iets? Is het alleen de relatie tussen die twee Ik kan natuurlijk niet exact de vinger, krijg ik daar ook niet op gelegd. Maar wat ik heel raar vond, en volgens mij was jij degene die zo scherp was om die vragen ook te stellen tijdens die persconferentie. Ja, waarom het kort voor de wedstrijd pas bekend werd gemaakt. Ja, waarom? Ja. Als je dat maandag al weet. Want je weet dat hij dus zondag tegen Twente was hij exhausted, uitgeput. En dan donderdag maak je pas vlak voor de wedstrijd maak je bekend dat hij is exhausted. En daarom krijgt hij een heel apart programma. Of zijn we bezig met een apart programma en is hij er niet bij. En voorlopig ook niet. En ja, dan denk ik, maar dat weet je maandag toch ook? Je kijkt zijn data dan maandag na en dan zie je van oké, als dat zo zou zijn, uitgeput, nou die speelt niet, dan maak je dat direct bekend. En jullie waren de dag voor de wedstrijd, ja dan denk ik van, dan maak je dan toch bekend? Want hij maakte wel bekend dat Gutsen niet zou spelen. Nee, maar goed, het blijft een beetje bij speculeren. Dus je weet het niet blijft of een beetje bij speculeren, maar je voelt wel aan je water van dat daar. Nee, het klopt. Het is iedere keer is het Iataren. En vervolgens zenden jullie een verklaring van Schmid uit. En die duurde geloof ik 2 minuten. Ja, dat was een mooie geworden. Zoveel minuten heb ik niet nodig om te zeggen van dat de speler uitgeput is en dat hij daarom niet speelt. Nee, dat is waar. 1 ding nog van PSV wordt een beetje lang. Schmid had het wel over de perfecte wedstrijd. Nou, weet je wat over PSV trouwens? Dan wil ik nog wel even zeggen. Dat gaat natuurlijk over die toestanden met die Zahavi.
Oh, ja. Hè? Want die ligt natuurlijk niet zo lekker bij die hele groep. En tegen dat is geen speculeren. Dat is geen speculeren. Hoe weet je dat dan? Dat hoor je. We hebben natuurlijk een verslaggever die er ook iedere dag op zit. Ja. Dus dat hoor je wel. Maar dat is ook iemand die geen enkele meerwaarde heeft voor de rest van het elftal. Die is maar met één ding bezig, met die oogkleppen op, met die goals maken. Ja, als je dan geen goals maakt en je houdt die oogkleppen op en je ziet voor de rest niks wat er om je heen gebeurt, dan gaan jongens zich natuurlijk aan storen. En die vier jongens voorin, die eigenlijk uit de opleiding komen, die al jaren samenspelen. Iataren, Gakpo, Malen en Madueke. Madueke iets korter dan. Ja, die zien dat gewoon niet zitten. En tegen Sparta hebben we zijn HV ook weer niet gezien. En hij heeft ook geen meerwaarde daarnaast voor de rest van het elftal. Het is niet de kapstok waar je, de René Eikelkamp, waar je even een wedstrijdje aan ophangt. Hè. Inspelen, doorbewegen en dan krijg je het balletje lekker voor je rechterbeen en dan prik je hem de kruising in. Maar je hebt corona gehad, je moet nog herstellen. Ja, maar misschien dat het daarmee te maken heeft. Maar dan kan Smit hem misschien beter uithalen. Ik had nog één dingetje. Maradona, daar is natuurlijk heel veel gezegd en er zijn heel veel minuten stilte gehouden en allemaal foto's en dingen. Maar is daar een soort van protocol voor? Want stel je nou voor dat, ik vond het belachelijk waarom in Nederland een minuut stilte hielden. Nou ja, mijn vraag is eigenlijk, wat vond jij ervan? Ja. Belachelijk. Ja. Hoe heet dat? Ja, we hoeven in Nederland toch geen minuut stilte te houden voor Maradona. Kijk, heel veel mensen vinden Maradona de allerbeste voetballer van de wereld. Maar een ander gedeelte vindt Messi. Vindt de beste van de wereld. Als Messi dadelijk overlijdt, hebben we dan ook een minuut stilte. Nou, was er in Argentinië een minuut stilte toen Cruijff overleed? Nee, ik denk niet. Volgens mij niet. Nee. En natuurlijk een geweldige speler geweest. Maar ja, voor mij hoeft dat niet. Slaan een beetje door daarin dan. Ja, vind ik wel, ja. Ja. Het is natuurlijk wel mooi om deze coronatijd daar weer in mee te gaan natuurlijk. En, gevoelig. Maar het werd alleen maar groter gemaakt ook, had ik het idee. Ja, Maradona is dood. Ja, ik begrijp best, wij hebben er ook 2 of 3 pagina's aan besteed. Ja, natuurlijk, dat besteed je paar, dat is nieuws. Maar moeten we met z'n allen een minuut stil zijn? En ja, de man heeft 1 keer tegen Nederland gespeeld. Is hier 1 keer geweest, een paar balletjes hoog gehouden als trainer of assistent bij Boca Juniors, volgens mij. Ja. Maar goed, het is vanuit de KNVB, het is meer een gevoelskwestie. Ze kijken gewoon een stop- en temperatuurmeter in de samenleving en gaan kijken van moeten we dat dan doen? Of zoiets is het. Dat denk ik haast, ja. Ik zou ook niet weten waar dat anders vandaan komt. En volgens mij kwam het van de KNVB, want die bepalen uiteindelijk of ze clubs toestemming geven voor een minuut stilte. Ja. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight app.